niet onderschatten. Hè. Nee? Dat is 200% of je hangt eraan. Hè. Goedendag allemaal. Dag. Hallo. Jij moet Michael zijn. Dat klopt, ja. Ik ben Wesley. Dat weet ik. Is daar? Ik heb altijd motocross gedaan. Dat was eigenlijk mijn grootste hobby. Ik heb mijn accident mee gehad. En ik moest iets anders terug gaan vinden. En zo ben ik daarin in gekomen, ja. Ik heb één goeie been, één slecht been. Dus ik sta eigenlijk op één been, kan ik recht staan. Oké, okay, wie is hier de partner? In principe ben ik de spits en hij is de keeper. Maar het bestaat dat als het niet lukt, dat we toch nog kunnen switchen. Ik kan niet alleen spelen hè, tegen jullie. Hè. Dus de vraag is, wie gaat mijn partner worden? Cafébaas. Ja, was die. Ja, het is Staaf waarschijnlijk. Want het is Staafs café. De ploeg die aan de bakkant staat. Aan de bakkant wil zeggen waar dat de balkens eruit komen. Ja. Dat is de thuisploeg in de competitie. Die mogen dus starten. Ja. Dan start je eigenlijk meestal onder de middelste manneke. Ja. En je mag pas passeren wanneer je duidelijk hebt gezegd van kijk, ben je klaar. En voordat je doorpasseert naar je voorlijn, moet je de bal twee keer geraakt. Okay. Je hebt 15 seconden per lijn. En dan moet die bal van hier naar daar of van daar in de goal. Mag ik meteen scoren met mijn middenveld bijvoorbeeld, als ja, ik dit doe? Klopt. Mag maar dat allemaal? Twee keer raken. Dus het shot zelf is uw tweede toets. En als dat binnen gaat, correct gaat het doelpunt. Er bestaan ook enkelspeltoernooien en zelfs daar. Ah, toch? Ondanks dat je maar twee baren kunt vaststellen, mogen we ook met de middellijn. Mocht jij ook scoren met de keeper? Ja. Ook? Alles dus mag. Alles mag? Alles mag. Bal weer omdraaien. Nee. Ah, dat deden we vroeger allemaal. Ja. Hè. Dat is hoe harder ik het altijd liever. Ah, oké. Okay. Stel dat je buiten schiet. Dan buiten de tafel. Ligt er al wie de laatste goal heeft gemaakt. Dus wij de laatste goal maken, de bal vliegt eruit, gaat de bal bij Staven doen. Oké, okay. Zijn we er klaar voor, hè? Staaf, we gaan er aan beginnen, maar ik was deze altijd vroeger. Dat wil zeggen dat jij van achter gaat spelen. Dat zal lukken. Doorgebakken. Dat zal waarschijnlijk wel het tot 11 zijn, zoals vroeger. Ja, zoals vroeger. Ja! Hoi! Ja, Staaf, goeie! Mag je dat ook aanmoedigen? Ja, nee. Als de bal in de goal zit, dan mag ik natuurlijk ja roepen of eender wat, dat maakt niet uit. Maar tijdens het spel, dan is het stil, ja. Oké. Okay. Ja. Wisselen. Twee goals van de kipper. Amai. Yes. Het is altijd hetzelfde. Hij schiet hem altijd in je pin. Dat was 11. Dat was 11. Hoewel, dat doe je voor dan? Nee, het is 2-1 voor ons. Ik zou toch wel wat tips en tricks willen. Ja, ik heb gezien dat uw basis, die is er wel. Komt er eigenlijk op neer vanaf het moment dat je balken trekt, in dit geval, dat je met je pols zo het shot gaat doen. Als je daar nu een soort van constante van kunt maken, dat je balken altijd in hetzelfde gaatje kunt shotten, ja, dan word je al een pak meer gevaarlijker. Met deze positie op de bal ga je makkelijkst te ver kunnen trekken. Ja. Maar als je dat zo stil laat staan, dan gaat de keeper ook zeggen, ja, van hieruit kan hij makkelijk ver trekken, die gaat zijn keeper opschuiven. Als hij zijn keeper opschuift, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je hem kunt verrassen door de bal te herpakken. Ja. En van hieruit kan je perfect. Maar je doet alles met de middenman. Dus alles praktisch met nooit met de... Ja. Er zijn altijd spelers met heel goede reflexen. Die starten op dezelfde positie als ik. Ze schuiven om. Ik laat de balken liggen. En je trapt die en ik shot met de buitenste marken binnen. Dus omdat je weet dat de staal zo traag is, dat je dat al niet kunt. Ja, ik moest dat daar niet bij. Ah ja, maar je wou dat zeggen, maar je durfde het niet, hè. Oké, Wesley. Het zit erop. Ja. Ik heb een verrassing voor u. Het truitje morgen aandoen op toernooi. En je gaat samen spelen met Michael. Ik ben de coach, dus een beetje oefenen moet zeker gebeuren. Dat is binnen 12 uur. Je hebt nog 4 uur om te slapen, 8 uur om te trainen, dan lukt dat morgen.
opstelling voor vandaag. Wesley, jij de spits in, dat kun je goed. Michael, jij van achter. Oké, okay, prima. Volgende match op tafel 2. Wesley Sonck en Michael Smulders tegen Nick Vermeulen en Dimitri Heerman. Kom maar, Sim. Zo, volgens hier. Ja, hè. Hallo, hè. Goeie match, Willem. Goeie match, ja. Ja, altijd rustig, ja, ja. Ah, Wesley. Goed. Oppassen. Ze hebben door dat uw trekbal, dat is uw gevaarlijkste. Ja. Goed variëren. Ja. Ja. Oké. Ja, jong. Ja, even. Oh. Ah, goeie. Kom op, maar. Ja, even. Ja, kom op. De bal. Handje geven. Goed gedaan, jongens. Ik wist niet dat ik zo hard kon zweten. Op tafel 2. Wesley Sonck en Michael Smulders tegen Kenny van der Memt en Lynn Kippens. Ja, een vrouw, of wat? Een vrouw, ja. Niet onderschatten, hè. Nee? Dat is 200% of gaan gaan. Hè. Hey, come on, hè. Kom op. En nooit wessen. Zoals verwacht, geen gemakkelijke tegenstander. Ja, je moet gelijk je vroeger op het veld waart, lichtvoetig. Ah, kom op. Altijd hetzelfde! Check, ja. Mooi. Dikke bal, ja. Ja. Eigenlijk hebben we niet meegespeeld. Nee. Ja. Nog een beetje oefenen. Als ik dat zie, moet ik volgens mij nog 10 jaar oefenen. Nee, dat kan snel gaan. Peter, Michael, wat vond je ervan? Ik vond het geslaagd. Fantastisch begin. En in de tweede match, je meerdere herkennen, daar is niks mis mee. Hè. Het waren wel toppers, hè? Die tweede. Ja. Hè. Wat kan ik nog verbeteren? Eigenlijk veel herhalen. Je hebt de basis. Daar is niks mis mee. Veel oefenen, ja. Dus veel op café gaan. Ja. Veel op café. Ja, heel dat gaat madame niet graag hebben, hè. Michael, veel respect, maat. Echt dank waar. Dank u wel. Bedankt. Het is